De 53ste 24 uur zeilrace rond het IJsselmeer gaat vandaag van start. Van vrijdagavond 7 uur tot zaterdagavond zelfde tijd proberen 465 zeiljachten zoveel mogelijk zeemijlen te maken. Is dat het meeste ooit? Nee, dat is niet het meeste ooit. En eerlijk gezegd, de deelnemersaantallen vallen nu misschien een klein beetje tegen. En dat heeft alles te maken met de vakantieperiode hier in Noord-Nederland. En nou, reken een gemiddelde van 5-6 man bemanning per boot. Dus dan kom je toch op 2.500 mensen die zo direct op het water gaan. 24 uur zeilen. Hoe bereidt iemand zich daarop voor? Je moet zorgen dat je boot op orde hebt. Zorg dat je voldoende eten hebt, anders worden de mensen chagrijnig. En voor de rest maken we gewoon vooral een feestje van. Met hoeveel man doe je mee? Wij zijn met 7. We hebben een navigatiehoek. We zijn nog laatste spullen aan het inruimen. In principe navigeren we van een tablet. Maar uiteraard hebben we de normale GPS en alles aan boord. Wat voor krachtvoer hebben jullie? We hebben vooral veel junkfood, zoals dat hoort op een boot. Maar we hebben uiteraard de normale broodjes, hotdogs, zuurkool en dat soort zaken. En vanavond hebben we, lasagne op het menu staan. Die hoeven we alleen nog op te warmen. 100 vrijwilligers, 14 starthavens. Eindpunt Medeblik. Laat de wind maar waaien. Ja, dat is zeker. Vandaag is dat een item wat heel veel vragen oproept. Want we hebben heel weinig wind. Het record ligt op ruim 200 zeemijlen. Nou, dat is gewoon heel erg veel. Daar gaan we dit jaar zeker niet aankomen.